12 kon ik al dunken. Dus dat vond ik super tof, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel de eerste herinnering is dat ik op een fase spreek over kinderen heen dunken en zo. Op mijn eigen leeftijd. Dat is wel, dat is denk ik het eerste wat niet op mijn gedachten komt. Ja, mijn allereerste herinnering met basketbal is denk ik niet eens voor mezelf. Maar dat ik op het podium stond van het van de Grote Markt in Groningen toen mijn vader kampioen werd in 2004 met MPC Capitals oftewel Donar. Ja. Ik weet nog één keertje bij in ieder geval onder 12 dat we een kampioenswedstrijd speelden waar best wel publiek bij kwam. En dat was best wel tof om, zeg maar, om zo'n jonge leeftijd zo'n publiek te hebben. Ik denk dat dat wel is blijven hangen, zeg maar. Okay, ja, mijn meest memorabele wedstrijd is dat ik onder 14 kampioen werd met Flying Red. Dat was echt met mijn ouders als coach. Ben ik niet altijd voorstander van ouders als coach, maar het was een succes deze keer. Dus dat is mijn meest memorabele wedstrijd. Waar ben jij meest trots op? Ja, maar ik denk dat ze, ik had onder 12 heb ik een keer drie mensen geposterijst. Zeg maar in één play, zeg maar. Ik was echt gigantisch. Ik was 1,80 meter zo in onder 12. Dus dat was zo van. Gaat ze maar 1,40 meter? Joh. Ja, maar ik was inverses aan het doen. Ik deed al die gekke shit. Weet. Ik was zo van. Ik was op de driepuntslijn. En ik ga naar de basis. Ik zie gewoon drie mensen onder water staan. Dus ik denk die shit zo op. En dat is denk ik wel mijn. Wat is er gebeurd? Je bent helemaal niet gegroeid. Ja, maar ik ben maar 10 centimeter gegroeid daarna. Ja, ik ging van. Ik was toen 1,30, 1,20 of zo. Dus dat. Ja. Zo'n groot schoon nu. Maar de meest memorabele wedstrijd dat was eigenlijk met de Ola. Toen speelde ik met Dimitri zelfs in dat team. En toen had ik een tying 3 punten voor de verlenging. Want we stonden 3 punten achter tegen Den Helder. En toen stonden we eind van de eerste verlenging weer achter met 3 punten. En toen, toen had ik weer een 3 punten. En toen stonden we gelijk. Uiteindelijk winnen we de verlenging door een assist van Dimitri. Dus dat was wel. Ik heb nog nooit meer zo goed gespeeld in een wedstrijd. Dat was echt de laatste wedstrijd dat ik zo. Ik heb sindsdien geen betere wedstrijd meer gespeeld. Dat was mijn piek tot nu toe. Toen een soort van hoorde dat ik hier naartoe ga, was wel een beetje zo van. Ik was nooit in Leeuwarden geweest. Letterlijk de eerste training, zeg maar, was wel dat ik hier voor het eerst ben geweest. Dus, maar voor de rest, ik vind het best wel leuk hier. Tenminste, ik heb het erg naar mijn zin. Het team is leuk. Ik bedoel, het werk allemaal hard. Ik denk dat we hier wel goed zitten. Ja. Ik ben redelijk tevreden over het bestuur. Allemaal heel aardige mensen. Niet veel op aan te merken, gewoon goed. Nou, voor mij is het wel klassieker volgens mij. Gewoon die, je hebt een open layup en ja, je staat helemaal vrij en dan mis je hem alsnog. Ik bedoel, denk dat ik er wel een paar van heb gehad. Zo, voor de rest heb ik niet echt iets dat zo tot mijn gedachten komt, behalve open layups missen. Dat is het wel. Ik heb niet echt pre-game rituals of zo. Ik denk gewoon muziek luisteren, een beetje in die juiste mindset komen om de wedstrijd te doen. Zeg maar gewoon warming up, doe je form shooting en dat gaat vanzelf allemaal een beetje. Ik denk dat ik heb niet echt iets wat ik standaard doe elke wedstrijd behalve muziek luisteren eigenlijk. Het eerste wat ik doe als ik in de hal kom is alle staf, alle teamgenoten, alle mensen, alle vrijwilligers die er vroeg aan klaar zijn even gedag zeggen. Want die werken wel heel hard voor ons en we kunnen hier niet staan zonder hen. Ik heb net cream cheese gegooid en dat is het enige dan nu dat ik ken. Ja, welkom. Ja, welkom. Dat staat elke keer als je Leeuwarden binnenleidt, staat weer heel mooi op bord. Welkom. Ook ontmoen. Elke keer als ik van geschiedenis meneer Lokwa, daar ging ik van geschiedenis, zei ontmoen en dan wisten we dat we weg mochten. Ja. Ik denk. Nu met de break, zeg maar, van fans mogen niet komen, is denk ik nog steeds belangrijk. Misschien onze supporten. Ik bedoel, wij waarderen het heel erg als jullie ook de livestreams kijken. Wij voelen denk ik wel zelf dat we nog steeds die support krijgen van buiten. Niet. Als jullie wel weer terugkomen, zeg het tegen je vrienden, zeg het tegen je familie. Want word of mouth is nog steeds de beste advertentie die je kan krijgen als club. We kunnen zoveel posten op social media, maar als je... Dat je. Ja, jullie gaan vertellen aan iedereen die je kent om langs te komen. Bye.